Beetje een drama in Londen, vrienden. Althans, komt uit Londen dit bericht. Dat vogelkenners die uit heel Engeland naar een reservaat in Leicester waren gekomen om een zeldzame trekvogel te zien, die zagen met afschuw hoe een flinke snoep het dier opslokte. Jongen, een zeldzame trekvogel. De ruim 1 meter lange vis die maakte met één hap een einde aan het bestaan van de roodnek franjepoot. Gisteren had Gerrit ook al in zijn berichten alleen enkele bruine en rode veren gaven aan dat de vogel die van Schotland op weg was naar Afrika. Hij had zijn koffertje bij zich. Ooit had bestaan. En daarmee kwam er een einde aan een exclusieve, zeer zeldzame trekvogel. Opgeslokt door de natuur. Jezus Christus, wat zielig allemaal. Teleurstelling, de mededeling ook in de show. Want helaas, het spijt me om dat te moeten zeggen, maar ook vandaag geen antwoord op de vraag. Waarheen leidt de weg die we moeten gaan? Misschien weet het onze goede vriend Roel Knappert uit Hilversum het antwoord op deze vraag. Roel, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat je radio zachtjes? De radio is wat heel zachtjes. Oké, dat is even belangrijk namelijk voor het spelelement. Anders gaan we ontzettende reggae-effecten toevoegen. En dat moeten we niet hebben. Eindelijk. Je woont in Hilversum? Klopt. En je bent nu waar? We rijden nu bij Zuid-Scherpenzeel op de A30. Zuid-Scherpenzeel, de A30. En je bent daar voor je werk? We rijden naar het werk. Ah, en dat is wat voor werk? Ik ben logistiek medewerker bij een handelsonderneming. Aha. Logistiek medewerker, dat is zeg maar administratief, hè? Ja, administratief werk. Daar vind je veel bevrediging in? Ja hoor. Ja? Ja, het is heel prettig. Oké. Mag ik even jou toe te horen? Ja, natuurlijk. Momentje. Ja. Oh, dat is, ik denk, een Japaner. Nee, dat is een Citroën. Oh, een Citroën. Ah, oké. Okay. Dat is goed. Ik probeer altijd zeg maar aan de klank van de toeter te definiëren wat voor auto het is. En dat gaat elke keer weer goed, nu ook. Ja, duidelijk. Dames en heren, jongens en meisjes. Hij heet Roel Knoppers. Hij komt uit Hilversum en hij gaat Toetje Toeter spelen. Dat je een mooie prijs hebt gewonnen en ik wil je geen hint geven, maar slijmopmerking misschien? Ja, vanaf 1 september 100% Veronica deze radio, hè. En een prettige dag daar toegewenst verder. Bedankt. Doei. Roel Knoppers uit Hilversum, een man met smaak. Ladies and people, er zijn rare dingen die een mens doet. Maar het is goed als je het in het teken van de liefde doet. Too many broken hearts are falling in the river. Yeah. Too many lonely signs have drifted out to sea. You lay your bets and then you pay the price. The things we do.